Ik ben Sean Adewoye, 20 jaar, afkomstig uit Leopoldsburg in België. Ik speel vanaf mijn U9 bij Genk en vanaf nu kom ik uit voor RKC Waalwijk. Sean, allereerst natuurlijk welkom bij de club. Wat waren voor jou de belangrijkste redenen om voor RKC te kiezen? De belangrijkste reden om voor RKC te kiezen was dat het een club is die mij een platform aanbiedt om mijn eerste stappen te zetten in professioneel voetbal. Ken je de club van tevoren al? Ja, ik kende de club van tevoren. Hannes El Kruijf heeft hier gespeeld, ook Vermaelen en Vertonghen denk ik, en Martens ook. Dus ja, ik kende de club wel een beetje. Heeft het ook nog een kleine rol gespeeld dat er Belgische voetbal in het verleden bij de club hebben gespeeld die nu een stapje hoger hebben gemaakt? Dat op zich heeft niet heel veel meegespeeld. Maar gewoon het idee en de filosofie van de club om jongeren kansen te geven. Vooral dat heeft meegeholpen. Wat voor speler ben je? Wat kunnen de fans van jou verwachten? Ik ben een centrale verdediger die graag verzorgd voetbal wil brengen. En natuurlijk de eerste taak van de verdediger is verdedigen. En ik denk wel dat ik een vrij stevige verdediger ben. Als ik het goed heb, heb je vanochtend voor het eerst meegetraind? Ja. Wat zijn je eerste indrukken van de club? Ja, het is een heel warme club. Heel familiaal. Dus ik heb een heel goed gevoel erbij. Je verlaat België op 20-jarige leeftijd. Je moet natuurlijk je familie en je vrienden achterlaten. Hoe is dat voor je? Ja, op zich, het is jammer. Maar ook, ik ben ambitieus en ik heb doelen. Dus op zich is het niet zo moeilijk. Denk je dat dat ook helpt om volwassenen te worden in het voetbal? Ja, dat denk ik al zeker. Het is nu weg van, alleen, ik moet voor mezelf zorgen nu. Dus ja, dat zal me wel helpen om volwassener te worden, ja. Als we het hebben over je doelen, wat zijn dan je persoonlijke doelen voor dit seizoen? In dit seizoen hoop ik zeker al mijn debuut te kunnen maken en misschien toch een aantal wedstrijden te kunnen spelen. En voor daarna zien we wel. We hadden het net even over die volwassenheid. Mm-hmm. Wat zijn dan meer punten waar je jezelf aan wil ontwikkelen? Ja, zeker, we spelen nu tegen mannen, dus ik ga mijn beste beentje ervoor moeten zetten. Steviger in de duels worden, nog agressiever misschien. En ook gewoon, lekker voetballen hier in de Nederlandse competitie. Dus, Want ken je de Nederlandse competitie al? Ja, natuurlijk. Ploegen zoals Ajax, Feyenoord, PSV, die ken je wel ook van in de Champions League en de Europa League. Dus ik ken de Nederlandse competitie wel. Denk je dat er een verschil is tussen de Belgische competitie en de Nederlandse competitie? Ik denk dat de Belgische competitie tactischer is, iets meer gesloten. En Nederland is misschien een beetje meer van voetballen en laten voetballen. Je hebt natuurlijk heel je carrière tot nu toe in België gespeeld. Gaat dat aanpassen worden, denk je? Ik denk het wel. Gelukkig spreek ik wel de taal, dus daar hoop ik niet te veel aan te passen. Maar misschien het leven hier zal wel anders zijn. Ja. Je hebt je debuut nog niet gemaakt voor Genk. Nee. De afgelopen tijd heb ik voor me wel meegetraind. Ja, ik zat sinds vorig seizoen in de AK. Dus als het goed is, ben je gelijk fit voor de komende wedstrijden. Ja, klopt. Ja, ik hoop jullie snel te kunnen zien in het stadion. En ik ga mijn beste beentje ervoor zetten.